Hier ben ik weer en zoals dat je ziet zit ik terug in mijn auto. Ik ben net buiten bij het persbureau van Kona. Als eerste deze mooie zak van S. Oliver. Hey iedereen, vandaag ga ik nog een keer vloggen, want het is al super lang geleden. En ik dacht vandaag is het een ideaal moment, al ik ga mijn best doen om te vloggen. Ik ga vandaag naar de persdagen. Het is nu... Even zien... 8:23 uur, ik zou eigenlijk binnen 20 minuutjes ongeveer willen vertrekken. Ik hoop dat dat gaat lukken. Ik moet niet zoveel meer doen. Ik moet juist zien waar ik moet zijn, mijn adres intypen enzovoort. Ik ga vandaag proberen naar 3 persbureaus te gaan. Dus ik ben super benieuwd en ik hoop dat jullie het ook wel tof vinden dat ik jullie vandaag nog een keer meeneem. Want het was nu wel echt wel lang geleden. Dat is trouwens mijn outfit. Heel simpel. Een t-shirt van Tutu Chic. Een zwarte broek en mijn sneakers. Maar ik ga ook nog deze jas aandoen. Deze jas met bloemen. Deze lederen jas met bloemen. Dat vind ik wel een leuk detail. En ja, ik hoop dat er niet te veel verkeer gaat zijn te bieden. Maar we zien het wel. Ah ja, mijn oorbellen vond ik ook wel bijzonder. Die zijn van een winkeltje in Antwerpen. Ik weet even de naam niet meer, maar ik zal het hieronder erbij schrijven. Hier ben ik terug. Ik ben net in Antwerpen gearriveerd. Het was redelijk wat file op de baan. Het was... redelijk druk, maar ja, dat had ik wel verwacht. Maar ik sta wel op een goede parking volgens mij. Ik heb ze goed gevonden, niet via mijn GPS, maar via Waze op mijn GSM. Want mijn GPS ging mij weer terugsturen. Ik ga eerst naar ONA volgens mij, naar het persbureau ONA. En dan ga ik zo ja, verder. Ik denk wel dat ik hier ga blijven staan. Ik kan de tram ook nog nemen of te voet gaan. Maar het laatste persbureau dat ik moest doen, Japado denk ik, dat was redelijk ver van hier nog. Maar ik ga wel zien. Ik ga mij hier toch niet meer... ik ga mij niet meer, niet meer uitrijden voor een ander persbureau. Ik ga hier gewoon blijven staan, want het is hier veel te druk. En ze zijn hier nog steeds aan het werken in Antwerpen. Dus, maar ik ga jullie dus meenemen vandaag. Ik hoop dat jullie het een leuke video vinden. Kijk snel verder als je benieuwd bent naar de nieuwigheden dat ik vandaag ga ontdekken. Kijk hoe mooi dat weer is. Dat is hier precies al aan de zee zitten. Het is hier super mooi. Vanaf hier ga ik te voet stappen naar de persdagen. Ben ik er benieuwd hoe ver dat gaat zijn. Maar dat zullen we dan wel zien. Ik vind het niet erg om te stappen. En ik heb mijn gsm bij om te zien waar ik naartoe moet. Blusjes vind ik wel mooi. Ik ben hier even in de wc en zelfs in de wc hebben ze hun kleur groen doorgetrokken naar het zeepje. Dat is de Yves Rocher zeep met olijven. Ik hou zelf niet zo van olijven, maar het is niet zo straf de geur. En dat is een handcrème met kokos. Daar ga ik dan vol van. En hier staat er echt een goede kaars, dat is deze. Die ruikt echt super goed. Ik ben net buiten bij het persbureau van ONA en dat was heel tof, vooral veel kleding. Maar in juni is er een beauty day en daar ga ik zeker naartoe gaan. Maar ik vond het alvast heel tof om de nieuwste kleding te ontdekken. Ik hoop dat jullie het ook tof vonden. Ik heb er zo een paar shots uitgehaald en hier in deze video gestoken. Nu ga ik weer even stappen, kwartiertje stappen naar het volgende persbureau. En ja, ik ga jullie terug meenemen. Ik ben al blij dat het regent, want anders gaan mijn haar weer al los. Hangen zoals de vorige keer. Oké, dus kom maar mee. Oké, ik ben nu bij het tweede persbureau en dat is Comprendre PR. Maar hier zit nog een ander persbureau op het derde verdiep. Maar daarvoor ben ik niet uitgenodigd, dus ik ga enkel naar het vierde verdiep, tenzij dat ik wel mag gaan. Maar dat zien we wel. Amai, mijn haar is goed verwilderd. Ik ga met een trap uiteraard. Thank you.
100% natuurlijk. Komt uit Canada. Cruelty free, dus niks van testen of dieren. Ook duurzaam in verpakking, glazen verpakking. Ja, ik had het zo recht. Ja. Dit is een huisverzorgingsmerk gefocust op problemen in de huid. Dus pigmentatie is vitamine C voor, anti-age is een retinol. Retinol is een heel actief bestanddeel tegen rimpels. Er zit 1% retinol in. Retinol is een hardnekkig ingrediënt, dus met een hoog percentage ga je verwellen. Soms krijgen mensen het voorgeschreven als ze heel erg last van acne hebben. Ja, heel leuk. Hebben ze ontworpen ook gewoon puur voor misschien wat meer gelegenheid uit eten? Of kan je gewoon super leuk? Ja, ik ben niet naar de zee. Hier ben ik weer en zoals dat je ziet zit ik terug in mijn auto. Ik moet nu naar Japado Partbureau en dat was ongeveer 50 minuten stappen. Dus ik dacht, ik ga terug met een auto, maar ik hoop dat ik daar plaats ga vinden om te parkeren. En ja, het is daar niet zo'n gemakkelijke straat. Ik ben op mijn Waze aan het zoeken voor een parking, maar dat komt er niet op. Omdat ik natuurlijk in een ondergrondse parking zit. Ik had beter ervoor al een keer gezocht. Maar oké, we zien het wel. Ik hoop dat ik wel voor de spitsuren kan vertrekken. Het is nu 2:15, dus ja, ik heb wel nog even tijd. Maar eer dat ik er ga zijn, gaat het weer al wat langer duren. Oké, wish me luck dat ik er goed geraak. En dan zie ik jullie straks bij het laatste persbureau, Japado. En dat is vooral beauty en lifestyle producten eigenlijk. Tot ziens. Ben ik terug. Ondertussen ben ik al thuis. 5 minuutjes nog maar. Maar ik dacht, ik ga nu de video afsluiten. Want anders gaat er niet van komen. Want ik ben super moe. Ik heb heel lang in de file gestaan in Brussel. En oké, ja. Ik ben blij dat ik thuis ben. Altijd naar Antwerpen is een heel avontuur. Ik ben van de week 2 keer naar Antwerpen geweest. Dat is wel genoeg geweest. Ik heb 3 leuke goodiebags gekregen. Deze is het zwaarste. Amai. En ik dacht, ik ga jullie dat laten zien, omdat jullie dat wel tof vonden, denk ik. Als eerste, van S. Oliver. En dat is van het persbureau... Goh, ik ben even helemaal in de war, omdat ik moe ben. Weet ik het even niet meer, maar ik zal anders de persbureaus hieronder even linken. Ik denk Comprendo PR. En dan ben ik ook nog naar een ander geweest, maar die was bovenaan. Dat was eigenlijk met Jolien. Ik was daar eigenlijk niet voor uitgenodigd, maar ik ben met haar meegegaan. En voor dit... Dus wel, ben ik gewoon even binnen gaan. Als eerste deze mooie zak van S. Oliver. Een hele mooie zak voor van alles in op te bergen. En ik zie ook, ik had daar wel stiekem een keer gekeken. Nog niet allemaal, want ik vind dat toffer als je zo thuis naar alles kijkt. Als eerste kousen. Dat zijn kousen voor mannen. Ik hoop dat hij redelijk goed scherp stelt, want... Ik denk niet dat hij op de goede stand staat, maar ik ga het jullie gewoon even rap laten zien. Kousen dan, kousen voor vrouwen veronderstel ik, maar het is een maatje te, twee maten te groot. Het is een 40. Ja, twee maten te groot, dacht ik. Dat zijn winterkousen. Dan een boekje van Babor. Dat merk hadden ze daar ook. Een informatieboekje. Dan echt iets heel erg moois. Een merk Nanik, ik kende dat nog niet, maar dat komt dus uit met een haarproduct. Dus voor, ja, uw haar volumieuzer te maken. Maar er was ook een kleimasker, want dat
product voor je haar volumieuzer te maken. Alleen meer voller te maken als je zo van die kale plekken hier hebt. En dan doe je daar dat product op, zodat dat voller zijn. Maar dat was nog niet uit, dus heb ik iets anders gekregen. En dat is een kleimasker. Dat zit in dit leuke doosje. Maar daar wil ik graag nog een foto van nemen. Dus dat kan ik nu even niet tonen. Dan zat er ook in de goodie bag nog deze strik van Delphine Quiray. Sorry, ik weet echt niet hoe dat moet uitspreken. Dit doosje, en in dit doosje zat deze strik. En dat is voor zo hier op te spelden. Ik heb trouwens heel veel complimenten gehad over mijn oorbellen vandaag. En dan heb ik dit zelf uitgekozen. Dat is volgens mij... Ah, dat is een haarband. Oh, oké, leuk. Dat is zo'n haarband. Ja, ik ga het nu niet opzetten. Ik weet niet hoe dat ik het moet doen. Maar het ziet er dus zo uit. Dat heb ik dus zelf mogen uitkiezen. Heel tof. En wat zit er nog in? En dan nog een staaltje van Babor. De AHA peeling. De overnight peeling. Oh, interessant product. Dit product. En dan nog een beetje informatie over een ander skincare merk dat ik daar gezien heb. Een boekje. En verder kreeg ik ook nog dit. De... Wacht hoor. Collageen crème. Ja, als je zo moe bent, gaat aan gezichtscrème. Verzorgende crème voor het gezicht staat erop. Ook van Babor. Probeer het scherp te stellen, maar het gaat niet goed. Sorry. Ja, daar is het. Voilà. Ik ga er alles terug in steken. Want ik heb nog wat dingen om te tonen. Dan het volgende zakje, dat was van FC Agency volgens mij. En dat was dus met Jolien dat ik daar ben geweest. Ik ga haar Instagram hier zeker onderlinken, want dankzij haar heb ik met het persbureau mogen kennismaken. Heel leuk. Ik mocht twee haarproducten uitkiezen. En ik heb deze gekozen. Een shampoo en een conditioner voor een beetje beschadigd haar. Omdat ik mijn haar soms wel stijl, ja nu niet omdat het gemakkelijker was. Omdat ik wist dat ze regen gaven. Deze twee haarproducten. Die zijn volgens mij bij die verkrijgbaar. Dan kreeg ik ook nog een moisturizing lotion. Een met pure hyaluron in. En dat is van een merk dat ik nog niet kende. En dat noemt Indeed. Super leuke verpakkingen. Ik kreeg ook nog een haarolie van een arganolie. En hier was ik eigenlijk ook al heel lang benieuwd naar. En dan kreeg ik ook nog enkele staaltjes van Paula's Choice. Dat merk kende ik ook al. Ik kreeg onder andere een liquid exfoliant. Deze. En een moisturizer. En dan nog twee... Ah, dat is nog van het andere merk. Van het merk Indeed. Hier ben ik super benieuwd naar. De Nano Blur. Een product dat je moet aanbrengen over je foundation. Als je hier nog extra vragen over hebt, moet je mij die zeker stellen. Als het interessant is, ga ik er zeker over schrijven. Allee, of iets van posten op Instagram. Oké, deze video wordt weer veel te lang. Sorry. Ik ging als laatste langs bij het persbureau, waar ik al het langste bij ben volgens mij. Ja, ik vind die wel super tof, vrienden. Ik heb overal ook trouwens lekker gegeten. En dat is Yapado. Ik ging dus in totaal bij 4 persbureaus langs. Eerst bij Ona, daarvan heb ik geen zakje. Ja, dat is niks, dat is geen probleem. Maar ik zeg het er gewoon even bij. Van FC Agency, ik denk het wel. En dan nog van Comprendo en Yapado dus. En dit is een volledige zak, dat is echt super lief, echt leuk. En dan is het echt vol. Oké, ik weet niet waar ik moet beginnen. Er zitten veel wimpertjes in. Veel nepwimpertjes. Flower en Fluttery. Deze twee. Nepnageltjes. Ik heb niet gelnagels, maar dat is geen probleem. Ik ga dat wel een keer in een leuke winactie weggeven. Naar deze was ik super benieuwd. Die waren al gelijmd, deze nepwimpers. Dat is al voorgelijmd, dus geen geknoei met lijm. Dan nog nep... Ah nee. Ik denk echt dat voor uw wimpers te kleuren is. Het is allemaal van Eyelure trouwens. Moest jullie het nog niet gezien hebben. Ik denk dat dat voor uw wimpers... Ah ja, voor lashes. Ja. Dat is een permanente color voor lashes. No mix, no mess staat erop. Dan... Coffee from mild to wild. Ja, sorry aan mij.
deze. Super tof allemaal. Ja, ik haal er hier random wat uit. Dat was volgens mij die topcoat. Waardoor dat je, dus je brengt eerst je topcoat aan en dan je lei voor je nepnagels. Waardoor dat je nagels niet beschadigt als je ze eraf haalt. Nog nepwimpers. Nog nepwimpertjes, ook voorgelijmd al. Dan van Sien, of Sien, van Lidl, een scheermesje. Super tof. Dat is lekker iets nieuws, dat is echt heel leuk. Dat ga ik zeker testen. Er zit heel veel in. Wow. Tabasco. Oké, dat is wel tof dat ze zo'n mengeling hebben gemaakt van beauty en food. Dan een douchegel van Knijp, Clear Mind, met mint en rosemary. Rosemary? Ik denk dat dat zo uitspreekt. Dat is een nieuwe douchegel. Daarvan komt zeker een artikel van online als mijn blog terugwerkt, want hij is teruggehackt als jullie dat een beetje opvolgen. Nog meer nepnagels en die zijn wel super mooi met die glinstertjes. Wow. Een drankje volgens mij met ginger, een organic glow drankje. Het is echt zoveel, zo tof. Een douchegel met lotus flower. Dat is deze. En dan nog een shampoo. Wow, oké, tof. Nog meer tabasco. Amai, ik wist niet dat ze zoveel varianten hadden. Een hot versie. Amai, ik denk een pikante versie. En een milde versie, een groene versie. Een andere douchegel van Knijp. De Be Happy variant met mandarijnen. Mandarijntjes. Oh, dat is heel tof. Die wil ik al lang een keer testen. Een droge olie met glanseffect van Corinne de Farme. Sorry dat ik alles doorheen doe. Want hier heb je dan de shampoo van die lijn. Het is hier allemaal random, hè. Oh, een drankje. Cooling and refreshing. Een drankje. Heel, ook heel leuk. Dan nog nageltjes. Nog lijm. Lijm. Oh, die ziet er ook tof uit. Een showergel. Heel leuk. En dan, denk ik als laatste, oh, mijn favoriete body lotion. Ik heb die in het roze en die is bijna op. En nu is dat in het rood. Ook al zie je het niet zo goed dat dat rood is. Ik denk dat dat alles is. Hier zit nog een kaartje bij. Maar dat ga ik ze biedt een keer bekijken. Alleen een envelop. En dat zijn volgens mij nog staaltjes van Sotties. Dat is ook heel tof allemaal. En nog wat persberichtjes en informatie. Oké. Ah, wacht. Ik heb... Ah nee, dat is die lijn. Oké, ik heb alles getoond. Amai, en mijn bed ligt hier goed vol. Ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Ik vond het echt heel tof dat ik erbij mocht zijn. En het was eigenlijk het eerste jaar dat ik voor zoveel persbureaus een uitnodiging heb gehad. Oké, 3 klinkt nu niet zoveel. Eigenlijk waren het er 4. Het was nog eentje in Brussel ook. Maar dat was een beetje moeilijk om daar ook nog naartoe te gaan. Mijn haar, ja, het is geregend. Maar ik ben er dus in 4 in totaal gegaan. Een beetje onverwacht eigenlijk. Zo op het laatste moment nog heel erg leuk. En ja, ik wil je bedanken om te kijken. Doe zeker een duimpje omhoog. Sorry dat het een beetje een chaotische video is. Allee, vooral het laatste. Maar dat komt omdat ik dus een hele dag van 's morgens tot nu ben weg geweest. En ja, ik vond het wel heel tof. Over deze merken gaan jullie zeker en vast nog iets zien passeren. Over het kleimasker, over het product voor in uw haar. Ik ben uitgenodigd voor het pers-event voor dat product ook. Dus dan komt er een meer duidelijker uitleg van mij. Ik zie jullie graag terug in een volgende video. Dadaa! Oei, dadaa. Ja, dag.